dames. Hierbij open ik de rekeningcommissie van 14 oktober. En wil graag met u de agenda vaststellen. En ik kijk even in uw richting. Onze accountant van Baker Tilly zal die presentatie voor zijn rekening nemen. Dat gaat gebeuren in de persoon van de heer Damman. Bijgestaan door de heer Scheper. Als het goed is, heeft u alle sheets in de loop van de dag, wellicht gisteren, via mail dan wel via notenbox tot u gekregen. Dus u heeft zich ook op de sheets enigszins kunnen voorbereiden, hoop ik. Na deze inleiding geef ik graag het woord aan de heer Damman, die ons middels een presentatie door de begroting, of als de uitsluit van de begroting 2022 zal leiden. Meneer Damman, u heeft het woord. Gaat u gaan. Ja, dank u wel. Dan doe ik even zo. Hoeft nog niet, maar richting mijn collega dat hij de volgende pagina kan doen. Dus ik schrijf naar iemand mag geven richting mijn collega Arjan. Goedenavond. Het tweede jaar dat Baker Tilly de controle van de jaarrekening van de gemeente Ommen uitvoert. Ons is gevraagd om onze observaties, et cetera, over de begroting en de komende jaren, de meerjarenbegroting te geven. En dat hebben wij gezet in een presentatie. Ik kan me voorstellen dat er misschien vragen zijn, maar die doen we, kijk even, die doen we aan het einde van de presentatie als er vragen zijn, vanwege het camerawerk. We hebben een korte agenda gemaakt, introductie, begroting op hoofdlijnen, kengetallen, aandachtspunten uit de externe omgeving en een stukje over de grondexploitaties. Mag ervoor? Ja. Etenman, accountant bij Baker Tilly en verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening. Samen met mijn collega Arjan doet dat voor het tweede jaar alweer. We zijn inmiddels al gestart met de interimcontrole, dus we kijken naar de processen. Maar dit is wat meer een doorkijkje op de begroting en we zien elkaar in ieder geval weer rondom de jaarrekeningcontrole. Ja, de hoofdlijnen, we beginnen met de lasten, omdat u toch een kostengeorganiseerde organisatie bent als gemeente. We hebben twee diagrammetjes gemaakt, waarbij we kunnen zien van waar wordt nou het meeste, welke programma worden de meeste lasten uitgegeven. Dan zien we, omgevingskwaliteit wordt relatief veel uitgegeven, bestuur en bedrijfsvoering en samenleving. En die samenleving hebben we nog een wat ander diagrammetje ernaast gezet, om toch ook weer een doorkijk te geven, goh, waar geeft de gemeente om het meeste geld uit. En dat is toch het sociaal domein, WMO, jeugd en participatie en overige samenleving. Dus je ziet dat de gemeente, dat geldt voor alle gemeenten, relatief veel geld van hun begroting kwijt zijn aan de burger. Op velerlei vlakken. Dus WMO, jeugd, participatie. Een beetje beeldvorming, ook voor jullie als raad, waar kun je dan in sturen, hè, überhaupt in lasten? Omdat je best wel veel vraag georiënteerd bent. Dus blijft er soms maar 15-20% van je begroting waar je echt wat meer op kunt sturen. De rest moet je gewoon als gemeente besteden. Dan hebben we de baten. Een wat makkelijker diagrammetje, omdat het grootste deel vanuit het Rijk komt, de zogenaamde algemene uitkering. Daar zijn we ook wel weer afhankelijk van wat het uitgavenpatroon van het Rijk, wat hoe meer het Rijk uitgeeft naar de toekomst toe, des te meer de gemeenten als opbrengst krijgen. Daar zit je met allerlei circulaires, waar jullie van alles van af weten, maar ook daar zit best wel wat onzekerheid in, waar we zo nog wat over zeggen, omdat er meer geld wordt toegekend, maar dat is nog niet helemaal 100%. Zeker. Dan zien we nog belastingen, een vakje. Dat is wel aardig als je met mensen spreekt van waar krijgt dan de gemeente haar geld, dat roept iedereen belastingen, maar zeg jullie eigen belastingopbrengst is natuurlijk maar een relatief beperkt deel. Ja, dit is misschien wel de belangrijkste sheet. Als je naar de toekomst kijkt, dus echt de doorkijk van de gemeente Ommen, dan zie je naar hoe verder je naar achteren kijkt, hoe beter het resultaat wordt. Wat ik dan met de portefeuillehouder over, je hebt natuurlijk een begrotingsarme begroting. Dus dat betekent dat je wel wat meer inkomsten krijgt en de uitgaven wat afvlakken.
Nou, daar hebben we wel wat observaties bij. En we zien dat de baten dalen de tijd, maar de kosten dalen nog sterker. Dus het is goed om daar met elkaar over te hebben als gemeente. Wat ons ook opvalt is dat de OZB in de tijd gelijk blijft. Kosten zullen stijgen, je hebt sprake van inflatie, dus dat valt ons op. Cashflow valt ons op, hè. Als je ook naar de cashflow overzicht kijkt in jullie begroting, zie je dat je behoorlijk aflost in de tijd. Nou, dat heeft één voordeel dat je rentelasten omlaag gaat, maar rente is relatief laag. Anders dat jullie solvabiliteit, zie je ook, en dat zien we op een aantal volgende pagina's, dat de solvabiliteit de komende jaren fors verbetert. Dat is iets waar de provincie enorm op monitort. Kapitaalslasten laten een dalende lijn zien. Nou, dat heeft met name te maken met andere fasering van investeringen. En samenleving, het programma is het belangrijkste, is wat ik al aangaf, van, er komt een hogere opbrengst voor de jeugd. Die is op 75% gesteld, ook in overleg met provincie, die staat commissie van wijzen. Maar die is nog niet helemaal zeker, dus vind dat er in zo'n begroting uiteraard een aantal onzekerheden en aannames zitten, die relatief voorzichtig zijn meegenomen, maar desalniettemin blijken dat inschattingen. Dan hebben we een pagina die kerk over risico, waar je natuurlijk op monitoren is met name het weerstand. Hoe ziet dat eruit? Ook daar zien we dat je als gemeente om een behoorlijk wat kunt opvangen. Hè. Dus het is ook een kwestie van hoe schat je die risico's in. Straks als accountant de controle van de jaarrekening uitvoeren, zullen we daar dan weer nadrukkelijk naar kijken van hoe is die risico-inschatting van de gemeente om en past dat ook op dat moment in de berekening. Maar dat is altijd wel een belangrijke, met name de toekomst toe in de discussie van de risico's die je inschat. En als je er vooruit kijkt, weer terugkijkt van goh, de risico's die toen ingeschat zijn, zijn die goed ingeschat. Wat ons opvalt is dat er geen risico's opgenomen zijn ten aanzien van de structurele financiering jeugd. In de begroting staan niet heel veel specifieke informatie over risico's. Dus het is wel goed om die dialoog te voeren met het college. Van, goh, wat zie je als risico en hoe moet je daarmee omgaan? Dan hebben we een aantal kengetallen die voorgeschreven zijn vanuit het Rijk, die ook in jullie jaarrekening en in jullie begroting zitten. Dat is natuurlijk de trend die je doorrekent op basis van de begroting die er is. Maar als je naar over het algemeen naar al die ratios kijkt, zie je dat de gemeente om een de ratios die ze ontwikkelen de goede kant op. Wat ons opvalt is met name de grondexploitatie die daalt. De gronden worden verkocht. Dat is natuurlijk een trend die we ook landelijk zien, is dat er steeds minder grond op de balans van de gemeente staat. Er is geen vraag wat goed of fout is. Alleen als je daarbij doorkijkt is wel de vraag hoe gaat de gemeente om met de ontwikkeling van de woningbouw. Dat is natuurlijk een landelijk issue dat er toch miljoen woningen gebouwd moet worden. Hoe ga je ermee om als je zelf geen grond hebt? Heb je dan nog voldoende regie ook richting de corporatie in de gemeente? Maar het valt op dus dat je daar niks meer hebt. En wat je daarbij ook ziet is, op het moment dat je geen grond hebt, maak je daar ook geen winst op. En voor veel gemeenten is natuurlijk ook een stukje grondverkoop, een stukje winstdekking van activiteiten of investeringen die je doet, zeg maar. Dus daarmee moet je wel rekening houden dat daar op basis van deze begroting geen ruimte in zit. Ja, dit vind ik wel een mooi staartje toen ik dit zag. Ik zag twee keer B en de rest allemaal A. He, dat betekent toch dat de gemeente in de ratio's het gewoon goed doet. Het is een momentopname. Maar toch ook als je wel doorkijkt naar die begroting naar de komende jaren, is de trend wel dat deze A'tjes, naar mijn idee, A'tjes blijven en misschien B'tjes wel naar A'tjes toe kunnen. Zeker een solvabiliteitsratio zie je 34%. En in die doorkijk zag je dat die zelfs stijgt. Dus dat je richting de 50% gaat. Je kunt wat vinden van die ratio's. Die zijn natuurlijk landelijk gesteld. Maar de ontwikkeling is wel positief. Hè. Het rapport is al positief wat er ligt. Maar de ontwikkeling ziet er ook de goede kant. Gaat de goede kant op. We hebben een aantal aandachtspunten. U bent natuurlijk allemaal getroffen door COVID-19.
Wat zie je? De TOZO is nog een ontwikkelpunt. De TONK, duidelijke tegemoetkoming. Dus je ziet dat daar toch nog wel wat onzekerheden in zitten van hoe gaat dat? De trend lijkt nu dat dat allemaal afloopt en dat het meevalt qua uitgaven. Maar zijn er wel aandachtspunten die impact kunnen hebben op de cijfers. Zeker ook als uitkeringen die tijdelijk verstrekt zijn niet terugkomen. En je ziet dat er wat uitgestelde activiteiten zijn in de gemeente Ommen. De vraag is, ga je die nog inhalen of niet? En wat voor impact heeft dat dan op je begroting? Vervolgens hebben we de rechtmatigheidsverklaring die er naar alle waarschijnlijkheid aankomt voor 2022. Wat zegt dat? Met name voor jullie financieel niet direct wat, maar wel een stuk beheersing van goh, hoe zie je dat de gemeente met het geld omgaat, wordt het rechtmatig besteed? En dus we willen wel meegeven aan de financiële commissie dat de dialoog ga die aan met het college en ook met ambtelijk van goh, waar sta je? Want vanaf 1 januari moet je in alle waarschijnlijkheid daaraan gaan voldoen. En dan moeten er best wel stappen gezet worden. We zien de herverdeling van het gemeentefonds eraan komen. Nou, dat lijkt een positief effect te hebben voor de gemeente. En de structurele financiering jeugd, hebben we net over gehad, dat er structureel geld komt. Alleen even de vraag van ja, hoeveel dat dan precies is. Dat is dan even een vraag. Dus nou, dat is een stukje spanning die nog in de begroting zit. We hebben de grondexploitatie. We hebben de meerjaren prognose hebben ontvangen. Daar hebben we al geen controle op uitgeoefend. Dat gaan we nu doen in de komende periode, om te kijken wat daarin zit. We hebben wel een eerste blik geworpen op de parameters. We zien dat de rente 0,2% is. Dat is natuurlijk heel erg laag. Dat zien we breed. Kostenstijging 2,5%. Nou, we zien ook in dat over kosten stijgen. Dus eerste indruk is dat de parameters die hier gehanteerd worden, dat die gewoon passend zijn en die wij ook bij andere gemeenten terugzien. Die parameters zijn heel erg belangrijk in de doorrekening van het resultaat, positief of negatief, wat er uit de grondexploitatie komt. En er komt er nu een hele ingewikkelde sheet uit jullie eigen meerjarenprognose, gelukkig. Maar er is wel eentje die eigenlijk alles bij elkaar haalt, hè? Van opbrengsten tot kosten. Dus als je deze begrondt, kun je ook zien wat de ontwikkeling is, met name op individueel grondexploitatie. En dan wil ik nog een laatste sheet, Arianne. Dat is de sheet waarin je de gronden wat op hoofdlijnen ziet. Die heeft levens vanaf deze kant. Maar je ziet een aantal gronden waar toch een negatief resultaat uitkomt en een aantal gronden waar forse plussen uitkomen. Deze meerjarenbegroting, zoals ik aangaf, gaan wij straks voor de jaarcontrole onder handen nemen om te kijken van kloppen die doorrekeningen nou die daar staan en wat zijn daarvan de effecten. Over het algemeen zie je wel dat de grondverkopen redelijk goed doorlopen, zeg maar. Dus aan die kant zitten niet heel veel risico's. Het grootste issue zit toch in de kosten die je gaat maken. Kun je überhaupt onderaannemers vinden of aannemers vinden die de projecten kunnen uitvoeren? En vervolgens, ja, wat vraagt men daar dan voor? Dus met name aan de kostenkant zit tegenwoordig de onzekerheid en wat minder aan de opbrengstkant. Het is wat ons betreft de hoofdlijn, hè, als samenvattend. Het is een dik pak papieren begroting. Ik heb er doorheen gekeken. Er zit best wel, naar mijn mening, voldoende en gedegen onderbouwingen bij hoe men tot kostenstijgingen of opbrengstontwikkelingen komt. Maar de highlights of onze bijzonderheden hebben we hierbij bij gemeld, zeg maar. Ja. Dank u wel, de heer Damman en de heer Schipper. Ik geef de techniek even de gelegenheid om de PowerPoint sheet weer van het scherm te laten verdwijnen, of misschien ook al niet, het komt vast goed. Hartelijk dank voor uw heldere sheets en heldere doorkijk en samenvatting van onze begroting voor 2022. En ik stel voor, geachte vergadering, dat u nu de gelegenheid neemt om de heer Damman en de heer Schipper te bevragen, daar waar u de behoefte aan heeft. Ik ga maar niet, omdat ik ervan uitga dat het zou kunnen dat niet iedereen vragen heeft, gewoon het rijtje af. Maar
ik kijk even in uw midden om vast te stellen of er behoefte is aan een vraag of wellicht meerdere. Hoe stuur je tijdig bij? Straks had ik het met het portefeuille over dat hij 12 jaar geleden al begonnen is om daar sturing aan te geven. Dat is niet van vandaag of morgen. Dus mijn gedachte daarbij is dat onder een bepaalde koers opgegaan is. Daar zie je nu een bepaalde stand van, solvabiliteit, ratio's. Nou, die ratio's die tenderen om nog beter te worden, zeg maar, mis deze begroting natuurlijk gehaald in de toekomst. En ik zie veel gemeenten van jullie omvang toch wel worstelen en eerder wat afglijden, zeg maar. En het is lastig om goed financieel bij te sturen, omdat ik al aangaf van het grootste van je kosten zit best wel vast in allerlei opdrachten die je hebt. Dus dan is het wel verstandig om de koers in ieder geval financieel vast te houden dat je dit gaat realiseren. Dank u wel. Als dat voldoende antwoord is, kijk ik het rijtje af en zie dat meneer Vos beweegt. Meneer Vos, fractie LPO, gaat gaan. Ja, dank u. Meneer Dammel, een vraagje. Hoe kijkt u tegen de norm voor het weerstandsvermogen aan? Ik bedoel, hebben we naar de 43% of lijken er naartoe te gaan. En vervolgens zie je van tussen de 20 en de 50 is erg onmatig. Nou, het bedrijfsleven is ongelukkig als je zo'n maat hebt. Ja, dat is natuurlijk de solvabiliteitsratio. Dat is natuurlijk best wel een bijzondere. Zoals u naartoe kijkt, toevallig of niet, maar ook met kijken naar de portefeuille hadden wij erover. Een gemeente kan niet failliet gaan. Dus misschien moet je zeggen, ja, is 0% ook goed. 50% in het bedrijfsleven, als je dat hebt, dan denk je van ga wat doen met je geld. Als je dat maar even heel plat slaat. Dus ergens tussen de 25% en 35%, als ik portefeuillehouder zijn of raadsel denk van, dan heb je een prima solvabiliteit. Dan kun je dat wel wat opvangen, het is niet heel strak. Dus 35% zou ik realistisch vinden. Als je dat hebt, dan heb je een voldoende solvabiliteit. Ik wil niet zeggen, want met je meer hebt, gaat het geld uitgeven. Maar de vraag is meer van, wat is de robuustheid van de gemeente? Je moet ook kijken naar het financieringsniveau. Dus dat bepaalt ook je balanstotaal en hoe dan je solvabiliteit eruit ziet. En ook als ik naar de vraag van je Marsman kijk, je ziet een aantal gemeenten die je wel afglijden die onder de 20% komen. En dan kom je echt wel in een gevaar dat je ieder jaar gaat een procentje af en je duikt toch de verkeerde kant op. Dus als je uitgaat van 35%, 40%, denk ik dat je een goede solvabiliteit hebt als gemeente, als basis. En 50 is echt van de forse kant. Toch proef ik in de sheets dat u een beetje bang bent dat wij niet investeert. Of te weinig. Ik lees het of te weinig. Dit is een observatie. Wat we zien is dat er afgelost wordt. Daardoor je solvabiliteit gaat omhoog. Ik heb wel eens gemeenten gehad die er veel aflosten. En dan zien de cijfers er goed uit. Maar je moet ook kijken naar wat doe je voor de gemeente. En zorg je dat je die voorzieningen op niveau blijven. En als je zegt van ik los af en het wordt allemaal een stukje minder, dan is de vraag van ben je over 10 of over 15 of over 20 jaar, heb je al je voorzieningen nog op niveau. Dus dat is meer een punt wat ons opvalt en vraag daar in ieder geval aandacht voor. Dank u wel, meneer Vos. Is dat voldoende? Ja, maar één correctie, het weerstandsvermogen, daar zegt u van dat zou 6,1% zijn, maar het moet factor 6,1 zijn. Ja, dat klopt. Ik weet niet of 6,1% zijn, maar dat moet 6,1 zijn. Ja. Dank u. U bedankt, meneer Vos, voor uw vragen en deze opmerking. Ik kijk even verder in de richting van de ministerraadsfractie LP. Nee, VVD, ga je gang. Bijzonder verspreking, voorzitter. Dank u wel. Ik had een vraag hebben over geen risico opgenomen ten aanzien van structurele financiering jeugd. Als je kijkt dat het totaalbedrag jeugd ongeveer 4,9 miljoen is, dat geen 10% is van de totale lasten. Waarom benoemt u dat dan als een risico, terwijl alles op peil is? Meneer Dommel. Ja, moet ik even naar mijn collega Arjan kijken of hij daar het antwoord direct op heeft. Maar ik moet even het detail antwoord schuldig blijven.
zomaar even iets anders even schriftelijk op te zetten. Dat lijkt me een prima suggestie. Ik kijk even verder in de richting van de heer Smits. Verder geen vragen, dank u wel. De verspreking ging tot de P van LP en toen slikte ik de rest in. Dus het blijft altijd een verrassing wat er naar de P zou komen. Ik ga verder het rijtje af en ik zie de heer Jonge, fractie VOV, gaat u gaan. Ja, voorzitter, een korte vraag. Die gaat over, want ik hoorde u zeggen dat de grondexploitatie, dat u die nog niet in het licht heeft genomen. Opvallend is wel dat u daar een hele mooie sheet over maakt. En als ik naar de totale begroting kijk, dan word ik daar nog niet zo zenuwachtig van. Hè. 22 miljoen, zo'n 22 miljoen in de reservepot, hè. Dat gaf het zelf ook al aan. Maar waar ik mij wel zorgen baat, en de vraag gaat er dan over, in hoeverre kijkt u ernaar en in hoeverre kunt u daar de raad in adviseren? Want die grondexploitatie, die baat mij wel zorgen, want ik zie daar een aantal opvallende zaken in. En ik ben ook misschien heel groot het risico, of u daar een groot risico op inschat. Want we hebben ooit een keer de grond heel erg af moeten waarderen. He, daar hebben we als gemeente een behoorlijke stap om de nek. Vervolgens is een aantal jaren zijn die gronden weer opgewaardeerd en naar een redelijke boekwaarde. En nu zie ik, en ik heb ook de omschrijving gezien van hoe dat komt, maar ik zie wel bij een aantal projecten dat daar een behoorlijke minpost op staat. Ja, dus de vraag is van, heeft u daar een blik op geworpen van hoe groot is het risico en zo nee, of misschien zo ja, in hoeverre gaat u daar nog in de toekomst naar kijken en ook naar het risico voor ons bekijken? Meneer Dabon. Ja, kijk, in hoeverre we daar naar gekeken, we hebben in ieder geval gekeken voorgaand jaar, hè, de grondexploitaties die toen in de jaarrekening zaten, zijn die risico's voldoende onderschot? Daarvan hebben we toen geconcludeerd, uiteindelijk wat in de jaarrekening staat, met de kennis die er toen was dat de risico's voldoende zijn gemitigeerd in de jaarrekening. Dat daar niet extra voorzieningen uit komen. Maar je moet het jaarlijks weer bekijken van, goh, zijn er nieuwe actualiteiten? Word je ingehaald door de realiteit? En dat proces dat pakken we op begin 2022. Hè, de meerjarenbegroting is er nu. Er is een extern bureau die ook gaat doorrekenen. Die doorrekeningen die gaan wij dan toetsen. Dus ons finale oordeel over de waardering van de grondexploitatie komt straks bij de jaarrekening. Maar we hebben niets, en ik kijk even naar Arjan, op basis van de interim, een verhoogd alarm moeten laten afgaan rondom de grondexploitatie. Dus daar verwachten we niet dat daar de miljoenen in de komende jaarrekening de verkeerde kant op gaan. Dank u wel. Is dat voldoende, meneer de Jong? Nou, en misschien een kleine vervolgvraag van, maar u kijkt er dus niet naar van hoe het gekomen is, waar die grote verschillen vandaan komen, wat daar het risico van is. Nee, dan. Ja, daar kijken we nog wel naar, maar dat zal straks met name in de jaarrekening zijn, dat we in ons accountverslag daar voor de grote projecten een rapportering over doen. Dus dan komen we daarop op terug. Dank u wel. En tot slot, de heer Dunewind, ja, gaat u gang. De heer Dunewind, fractie CDA. Dank je wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie, een duidelijk verhaal. Wat altijd wel een beetje lastig blijft, is het inschatten van risico's. Als we kijken naar COVID, 1,1 miljoen risico. Ik weet dat het lastig is te voorspellen, maar als u in uw glazen bol kijkt, hè, van in die 1,1 miljoen, is het dan rechtvaardig? Of schat u in dat het veel te hoog is ingeschat of misschien wel veel te laag? Kunt u daar iets uw licht op laten schijnen? Meneer Dabon. Ja, het eerlijke antwoord is nee. Het is natuurlijk best lastig om dat in te schatten. Of dat te hoog of te laag is. Wat we wel kijken, kijk, we hoeven daar als accountant geen oordeel over te geven. We kijken wel mee van hoe komt dat proces tot stand. Dus dat is nu onderwerp van onze controle, van hoe dat proces tot stand komt. Maar de daadwerkelijke bedragen, dat zijn inschattingen. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen van of dat dan voldoende zal zijn. Ik hoop dat u het niet nodig heeft, zeg maar, die 1,1 miljoen. Want er wordt van uitgegaan, stel het gaat niet goed, ja, dan moet je dat geld gaan besteden. Ik hoop voor u dat het nul wordt, zeg maar. Dat hopen we allemaal natuurlijk, maar in vergelijking met andere gemeentes bijvoorbeeld? Ja, die doorkijk heb ik nog niet, omdat er zijn ook wel gemeentes die daar bijna niks voor opnemen. Hè? En er zijn gemeenten die er meer voor opnemen. Dus het is een beetje zelf hoe je daarnaar kijkt en wat je verwacht. En volgens mij neemt de corona nu weer iets toe. Ja, zeg maar wat voor impact dat gaat hebben op de gemeente en wat je dan moet gaan doen en wat voor kosten je moet gaan maken.
Dus ik waag mij niet aan een voorspelling over wat corona gaat kosten. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de vragenronde aan de accountanten gehad. Rest ons bij de afsluiting van dit agendapunt beide heren hartelijk te danken voor de heldere doorkijk. En stel ik voor dat we voortgaan met agendapunt 4. Het staat u natuurlijk vrij om de vergadering te verlaten. En onderwijl stel ik voor, terwijl ik een korte inleiding geef, dat de portefeuillehouder de plaats van de heer Dammel inneemt om de inhoudelijke behandeling van de financiële stukken met ons te gaan doen. De financiële stukken betreffen 4 onderwerpen. Natuurlijk de programmabegroting 2022, het meerjarenperspectief voor de grondexploitatie, de tweede bestuursrapportage en tot slot de schriftelijke vragen die u heeft gesteld en de antwoorden die u daarop heeft gehad. Eerder deze week is er een informatiemarkt geweest. Daar zijn nog weer aanvullende vragen gesteld die voor een deel zijn beantwoord, heb ik begrepen, voor een deel ook niet. Die vragen die zijn u toegezegd dat u dat voor de behandeling in de Raad schriftelijk krijgt toegezonden. Dus ik stel ook voor dat u die vragen vanavond niet herhaalt, want daar is inmiddels al een duidelijke afspraak over. Wat behandeling van de 4 stukken betreft, stel ik voor dat we in volgorde ABCD van de agenda, dus eerst de begroting, dan het meerjarenperspectief, grondexploitatie, etc., de financiële stukken met elkaar behandelen. Dat zou in 2 termijnen kunnen, maar als dat niet nodig is, dan doen we dat in 1. En omdat u al ruimschoots gelegenheid heeft gehad om het college te bevragen, zeker in technische zin, denk ik dat ik er goed aan doe om dezelfde procedure als zojuist te volgen en niet u individueel als financieel woordvoerder het woord te geven, maar in uw midden rond te kijken daar waar u het woord wenst om vragen te stellen. Wel nu, dan stel ik graag aan de orde de meerjarenbegroting, of de programmabegroting 2022. Ik doe het maar in omgekeerde volgorde van zojuist. Dat betekent dat ik begin bij de eerst financieel woordvoerder en ik kijk even of er behoefte is aan het stellen van vragen. Dat is zo. Meneer Dunnewind, fractie CDA, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hebben we een tweetal, misschien 3-tal vragen over de begroting. Gaat dan, de eerste is, we hebben een mooi bedrag als reserve, 20 miljoen uiteindelijk hebben we staan. Een ratio van 6,1. Nou, dat is uitmuntend in het kwadraat of meer dan dat. Hè. Dus dat is echt bizar hoog. Maar wat kunnen we met dat geld? Eigenlijk is de vraag aan het college van 20 miljoen is leuk, zijn we van het oppotten of wat gaan we ermee doen? Is daarover nagedacht en op welke manier dan? Dat is een vraag die we hebben. De volgende vraag die we hebben gaat dan over de OZB. Zoals we allemaal weten is er op dit moment in Nederland het nodig te doen op energie en dat soort de stijging van de woonlasten op dat gebied. En is het een optie om de inflatiecorrectie of de OZB komende jaar even on hold te zetten? Is dat een optie, is iets waar het college over gedacht heeft? En de laatste vraag die we hebben daarover, voorzitter, gaat over de risico die ik net ook aan de accountant heb gesteld, die 1,1 miljoen. Hoe schat het college in? Is dat niet veel te hoog of is dat goed of is dat veel te laag? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Dunnewind. Ik ga het rijtje verder af en ik zie dat meneer De Jonge graag het woord wenst. Gaat u gang, meneer De Jonge. Nou, voorzitter, ik heb geen vragen, maar mijn voorganger die triggert mij wel een beetje door dit soort vragen aan het college te stellen. Want volgens mij gaan wij als raad over het geld en over het budget. Want ik zie de wethouder al popelen om antwoord te geven op het OZB. Maar ik nodig de heer Dunnewind van harte uit om daar met een motie of amendement bij de begroting over te komen. En als het gaat over die 22 miljoen, dan zou ik nog graag teruggaan naar de motie die geparkeerd is over woningbouw en sociale woningbouw. En misschien kunnen we die oppakken samen. He, want die hebben we toen ook gezamenlijk ingebracht en daar een deel van die 22 miljoen reserve voor gebruiken. Dus dat was mijn enige opmerking, voorzitter. En voor de rest kom ik met politieke opmerkingen in november terug. Dank u wel, meneer De Jonge. En dat was precies, daar sluit ik me graag bij aan als technisch voorzitter van deze vergadering om te reageren dat we nu niet de politieke discussie voeren over de vraag die de heer Dunnewind zojuist stelde. Dus daar krijgt u bij de raadsbehandeling ruim voldoende, en dat geldt voor u allen natuurlijk, ruim voldoende gelegenheid voor. Ik ga verder en ik zie dat er behoefte is aan een vraag bij de heer Mors, fractie D66. Gaat u gang.
Nou, meneer de voorzitter, dank. Maar eigenlijk niet eens zozeer een vraag. Want ik sluit me aan bij de heer De Jonge in november. Daar gaan we de inhoudelijke politiek op in. En ja, we hebben geconstateerd dat de vragen in dat zeer korte tijdsperk wat we hadden ook zorgvuldig zijn beantwoord. En ik wil er toch even de complimenten daarvoor geven. Dank u wel, meneer Mors. De heer Smits, fractie VVD. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag die ik eigenlijk aan Beker en Tilly ook gesteld heb, in hoeverre lopen wij risico op jeugd? Zij verwachten, of zij geven het aan als een risico. Als ik kijk naar het totale budget van 4,9 miljoen, lijkt mij dat in het geheel gezien best mee te vallen. Ook al heb je 10% overstijging, dan zijn de reserves ruim voldoende aanwezig om die op te vangen. Ik ben benieuwd hoe daar de portefeuillehouder tegenaan kijkt. Tot zover. Dank u wel, meneer Smits. De fractie van de Partij van de Arbeid, meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Een mooie infoavond, een paar avonden geleden volgens mij. Met hele mooie, duidelijke antwoorden, ook van ambtenaren. Moet gezegd worden, heel snel, accuraat, absoluut lof. We houden het apolitiek. Nou, dat kan ik wel hoor. Dus dat... Ik heb er wel een vraag over die bijstandsuitkeringen. Die had ik ook al even gesteld bij de infoavond, ook een antwoord op gekregen. Omdat het van 208 naar 389 gaat. Het antwoord was, ja, het ene jaar doen dat huishoudens, tellen we dan, en dan de jaar personen. Dat kan. Nut en noodzaak ontgaat mij dan even. Maar als ik dan terugkijk naar de begroting 2021, dan zie ik wel gewoon 4 jaar achter elkaar vergelijkbare getallen. Die helaas... niet dalen, maar wel gewoon vergelijkbaar zijn. Dus hoe moet ik dat nou, die 389,5 van dit jaar, hoe moet ik die nu precies duiden? Dat was de vraag. Dank u wel. We gaan naar de fractie van de LPO, veronderstel ik. Ja, er is behoefte. Meneer Vos, gaat u gaan. Ik kan me alleen maar aansluiten bij de vorige sprekers dat het inderdaad snel en correct afgehandeld is, beantwoord is. Bij die beantwoorden loop ik toch nog even tegen één foutje aan, wat ik toch even kwijt moet. Want wat staat er namelijk bij onze vraag 4, grondexploitatie? Over meneer Vos, zo dadelijk komen de technische vragen en beantwoordingen daarop nog aan de orde. Bij agendapunt, als u me even de gelegenheid geeft, bij agendapunt 4D. We hebben het nu over de meerjarenbegroting, programmabegroting 2022. Als uw vraag daarover gaat, is het prima. Als uw vraag gaat over een vraag die u gesteld heeft en het antwoord daarop, dan stel ik u voor om dat nog even te bewaren tot agendapunt D. Dan bewaar ik die even, maar ook dit is een meerjarig verschijnsel, maar oké. Ja. Oké, heeft u verder nog voor dit moment vragen? Geen andere vragen. Geen andere vragen. Dan kijk ik tot slot. Ja, meneer Marsman, fractie ChristenUnie, gaat u gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik werd wat getriggerd door u door de opmerking van dat we de afgelopen dagen vragen hebben kunnen stellen, ook aan het college, zei u. En dat is dus volgens mij niet het geval geweest. We hebben dus uitgebreid kunnen praten met de ambtenaren en daar wil ik ook mijn dank voor uitspreken. Dat was een zeer zinvolle avond. En daar zijn ook heel veel van onze vragen beantwoord geweest. Alleen daar zaten ook wel eens vragen bij die dan half technisch, half politiek van aard zijn. Waarbij je dan te horen krijgt van ja, dat is, en dat snap ik volledig, dat heb ik ook aangegeven, van dat is een vraag die je beter aan de wethouder kunt stellen. De wethouder op dat moment is er niet en het is nu wel een wethouder. Dus, en wij hadden namelijk het zo aangepakt dat we hebben gezegd van we hebben naar de perspectiefnota gekeken, onder andere. En gezegd van wat hebben we daar met elkaar afgesproken, ook financieel, maar ook gewoon dingen die er omheen zijn. En vinden we die terug in de begroting. En daaromtrent hebben we een aantal zaken aangetroffen waarvan wij ons afvroegen van waar is dat gebleven? Kan daar toelichting op komen? En dat zijn een aantal vragen die ik nu graag wil stellen met uw welnemen. Meneer Wasman, de vragen die u stelt, stelt u aan het college. En de beantwoording wordt weliswaar voorbereid door de ambtenaren. Maar de beantwoording wordt ook namens het college gedaan. Maar als u aanvullende vragen heeft die nog niet beantwoord zijn en waar ook geen afspraak over gemaakt is, dat die eerdaags voor u schriftelijk beantwoord gaan worden, dan heeft u hier in uw alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Ja. Dus gaat u gang. Dank u wel, meneer voorzitter. Dan gaat het om, het zijn er niet heel veel, maar dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag dat wij in de perspectiefnota hebben
hebben afgesproken dat er een tweede sanitaire voorziening zou komen. Daarvan is een bedrag vastgesteld incidenteel en na die tijd structureel. We hebben gezocht in de begroting, ook trouwens in de bestuursrapportage, of daar iets over gemeld wordt. En we vinden daar niets van terug. En we lezen zeker wel in de perspectiefnota dat daar ook iets verwacht wordt van ondernemers. Maar de vraag is heel kort weg van zit hij er nu wel, in, wel of niet in en wat is dan eventueel de status? En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor datgene wat we hebben afgesproken met het taalpunt. We zouden 24.000 euro structureel inzetten. Al vanaf dit jaar en dan de komende jaren ook structureel. En ook daar lezen we verder niet zoveel over. Het kan natuurlijk best wel ergens in zitten. Maar de vraag is even van, is dit intussen geïmplementeerd in de bibliotheek? En zijn er al wat resultaten bekend? En de volgende vraag die we hebben gaat over leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is al jarenlang, we hebben daar nu ook in de perspectiefnota weer 4 keer geloof ik 85.000 euro voor uitbesteed. En daarbij is toen wel gezegd van ja, we gaan eens onderzoeken of we daar iets aan kunnen doen. En die zinnen van die doelstelling van dat gaan we onderzoeken, dat heb ik al in de begroting van 2020 gelezen, van 2021. En ik lees het nu opnieuw ook in de begroting van 2022. Dus de logische vraag zou dan kunnen zijn van wanneer gaan we dat onderzoek doen, of is dat al afgerond, of is daar al iets meer informatie van waar we zitten. Dan vervolgens hebben we nog de vraag over het samen doen team. Daar staat op bladzijde 69 dat we iets zelf gaan doen, namelijk doorontwikkelen van het samen doen team. En dan is onze vraag van hoe ziet dat doorontwikkelen eruit, want we zien daar totaal geen budget voor aangevraagd worden. En hoe kun je dan iets doorontwikkelen als je geen budget hebt? Ik besef ook dat deze vraag misschien ook in de klankbordgroep sociaal domein gesteld had kunnen worden. Zeker omdat we die nu gaan verschuiven naar voor de begroting. Maar goed, als de wethouder daar nu iets over kan zeggen, prima. Maar ook straks in de klankbordgroep. Dan laat ik het hier even bij, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Masson. Dan zijn we voor de eerste termijn rondom de begroting 2022 rond. En geef ik graag de gelegenheid aan de portefeuillehouder voor de beantwoording. Meneer Scheler, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dank uit te spreken voor de complimenten. Met name naar de ambtenaren die de antwoorden inderdaad op hele korte termijn hebben verwacht. En we zijn inderdaad ook zeer blij met de informatiemarkt. Dat hebben we 2 jaar geleden al een keer gedaan. Toen beviel het goed. En blijkens uw reactie bevat dat nog steeds goed. Dus dat is zeker iets wat we zullen gaan herhalen. Dank dus daarvoor. Ik ga even de vraag even puntsgewijs na. Allereerst de heer Dunnewind. We hebben nu een uitmuntende reserve. Maar ja, dat is een beetje dood geld. Hè? En kunnen we daar niet iets meer in doen? Dit is wel zo dat de BBV op dat punt wel zijn beperkingen geldt. Kijk, vroeger kon je heel veel zaken à fonds perdu bekostigen. Het huidige gemeentehuis bijvoorbeeld is zo bekostigd. Dat kan nu niet meer. Nu moet je heel veel direct kapitaliseren. Dat moet je wegwerken. Maar we hebben wel, omdat dit ook een punt is wat eerder aan de orde is geweest, daar wat onderzoek naar gedaan. Er is misschien toch één mogelijkheid om de algemene reserve voor een deel aan te wenden. En dat gaat langs de lijn van een extra reserve voor de kapitaalslasten. Daar kunnen we dus wel iets mee doen. Nou, als u daar behoefte aan heeft, dan kunnen we daar dus mogelijkheden zien. Voorbeeld. Een kindplein. Dat is een stevige investering. Nou, we kunnen daar natuurlijk de meerjarige de zaken deels mee verwerken. Dat behoeft wel enige behoedzaamheid. Hè? Want het is niet zo dat we nou een algemene reserve hebben opgebouwd om die helemaal tot nul te reduceren. Maar ik ben het wel met u eens dat dit wel een hele grote reserve is. En het is misschien wel verstandig om te kijken of we dat een deel daarvan kunnen aanwenden. Dan wat betreft de OZB, ja, dat is natuurlijk al door anderen gemeld. Dat is duidelijk een politiek item. En we zien op dat punt de begrotingsbespreking met belangstelling tegemoet. Dan het vraag naar de risico van corona. Ja, dat is inderdaad ingewikkeld. De accountant zei het ook al. Kijk, onze ervaring is overigens wel dat hoezeer wij ook kritiek hebben op het Rijk en compensaties op heel veel terreinen, is de compensatie op het gebied van corona, op COVID, juist heel goed.
Dus we zijn, zeg maar, op dat punt zijn we steeds goed tegemoet gekomen en steeds ook op tijd tegemoet gekomen. Dus op zichzelf genomen de rijksregelingen, hè, zoals de TOZO en noem ze allemaal maar op, hè, die compensatie is behoorlijk goed. Dus de risico's die we hebben, dat zijn eigenlijk de lokale risico's. Ja, en die zijn ingewikkeld. Wel hebben we natuurlijk ons eigen verhaal als het gaat om compensatie, hè, sportvereniging bijvoorbeeld. Maar de echte onbekende is natuurlijk welke structurele doorwerking zien we hebben, bijvoorbeeld met bijstand en wat iets meer zijn. Ja, dat is echt niet te voorspellen. Ja, en of die 1,1 miljoen daarvoor toereikend is, ik zou het echt niet weten. We houden op dat punt natuurlijk wel vinger aan de pols. En natuurlijk zullen wij in onze PSC-cyclus daar u ook regelmatig over berichten. Even kijken, de heer Smits met nog een vraag over het risico voor de jeugd. Ik deel zijn analyse dat dat risico maar zeer beperkt is. Hoe zit het? We hebben voor jeugd al een compensatie gekregen op basis van landelijke rapportages. Het is zo dat er een bemiddelingspoging is gedaan en een extern rapport die met zich mee heeft gebracht dat we daar een ongelooflijk extra bedrag voor zouden moeten krijgen als gemeente. Het Rijk, beter gezegd het kabinet, heeft daar een beperkte toelage op verstrekt en daarvan gezegd van oké, het eerste jaar mag je 100% doen en het volgende jaar mag je vast 75% doorrekenen. Maar we verwachten dus nog veel meer. En de VNG heeft nadrukkelijk aangegeven, van, ook naar het kabinet toe, van alles best en aardig. Maar wij doen pas zaken met het Rijk en met het nieuwe kabinet als er ook echt dat extra geld komt. Dus ik denk inderdaad dat dat risico verwaarloosbaar is op dit punt. Neem niet weg natuurlijk dat jeugdzorg wel blijvend punt van aandacht is, hè, door stijgende kosten. Even kijken, dan de heer Moerman. Ik snap zijn vraag over de getallen van de bijstand, hè, omdat daar verschillende sleutels zijn gehanteerd. Ik zeg u graag toe dat ik zou kijken of het mogelijk is om dat rijtje even eenduidig te maken, zodat hij het goede vergelijkingsmateriaal heeft. Dan de heer Marsman. De tweede sanitaire voorziening, die moet ik u even schoppen blijven. Dus dat gaan we even voor u na en we zorgen ervoor dat u daar tijdig een reactie op krijgt. De andere punten heb ik wel, denk ik, het antwoord. Allereerst het verhaal van het taalpunt. Jazeker, dat is inderdaad in de bibliotheek, gehuisvest en ze zijn ermee aan de slag gegaan. Door corona is het wel helaas enigszins in de vertraging gekomen. Maar ik heb een gesprek met de nieuwe, we hebben een nieuwe directeur ook van de bibliotheek. En ik hoop dat ook nog voor de begroting te kunnen doen om te horen van hoe dit taalpunt verder zeg maar handen en voeten kan krijgen. Dan het leerlingenvervoer. Het onderzoek, nou dan kan ik u ook verblijden. Het onderzoek is afgerond. En wij streven ernaar om direct na de herfstvakantie in het college, die dinsdag na het college, dat zeg maar ook naar u toe te sturen. Ik kan u al wel één ding verklappen. Het leerlingenvervoer, wat we zien uit dat onderzoek is dat we helaas weinig mogelijkheden zien voor besparingen. Dus heel veel moetjes. En, dus dat betekent dat we financieel wel degelijk die extra kosten moeten maken. Het hangt toch een beetje samen met het feit dat we extra leerlingen hebben in het speciaal onderwijs. Zo simpel is het in Ommen. Ik hoor ook wel eens zeg maar raadsleden vragen van, goh, komt dat nou omdat we zeg maar behoorlijk veel voorzieningen hier hebben, hè, en dat wij dus betalen voor andere gemeenten? Nou, dat is niet het geval. Het woonplaatsbeginsel geldt daar al jaren en dat is nu dus ook het geval. Hè, dus het zijn echt de leerlingen van die in Ommen wonen, hè, dat extra. Je moet gewoon vaststellen dat het passend onderwijs, hè, als idee helaas niet geworden is wat we hadden gehoopt landelijk. Ten slotte de samendoende doorontwikkeling. Ja, dat is in feite het gesprek wat we moeten hebben over de toekomst van samen doen. Hè. We hebben door de ontwrichting met Hardenberg hebben we even moeten kijken van goh, hoe gaan we samen doen positioneren. We hebben tijdelijk het ondergebracht bij de organisatie, hè, en tot 2023. Dat is ook het moment dat de DVO voor de back-office afgelopen is. En we hebben aangegeven van goh, we moeten kijken hoe we die front-office, hoe we dat samen doen team op een goede manier zeg maar gaan organiseren. Nou, we hebben wel gemeend om te zeggen van goh, dat gesprek over die toekomst, die doorontwikkeling, laten we wat naar voren halen. Want we merken wel dat juist gegeven het feit dat zeg maar het een tijdelijk construct is, dat het wel wat doorloop geeft voor mensen. Hè. En dat geeft natuurlijk altijd wat ruis. Dus het is wel belangrijk om die toekomst, om die naar voren te halen. En te zeggen, goh, hoe zien we dat met elkaar? Dus dat gesprek, dat halen we naar voren. Zijn er extra middelen voor nodig? Nee. Voorlopig is dit gewoon het gesprek van hoe we het gaan positioneren. Of daar
zeg maar extra geld voor nodig is. Dat blijkt dan volgend jaar als we dat gesprek gevoerd hebben, het onderzoek daarna hebben afgerond. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder. Ik wil in dezelfde volgorde als u juist voorstellen om even met u na te gaan of er behoefte is aan een tweede termijn. En ik zie dat dat niet het geval is bij de Dunnewind. Dan kijk ik naar meneer Smits. Dat is niet het geval. Meneer Woerman. Meneer Marsman. Nee, dan kunnen we dit onderwerp, programmabegroting 2022, voor nu afsluiten. Gaan we naar deel B, het meerjarenperspectief grondexploitatie 2022. Ik stel voor om het maar weer eens in een omgekeerde volgorde te doen. Dan weet u in welke richting ik kijk om te ontdekken of u vragen heeft. En ik heb de indruk, onderwijl kan de camera de positie innemen, dat er vragen aanstaande zijn van de kant van de ChristenUnie bij de heer Marsman. Gaat u gang, meneer Marsman. Ja, neemt u me aan. Meerjarenplan exploitatie hebben we het over, hè? Nu. Daar hebben we geen vragen over. Nee, dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder in uw midden. Wilt u me op een of andere manier een seintje geven of u wel of niet een vraag heeft? Want dat is voor mij makkelijker. En als dat niet het geval is, kunnen we sneller en efficiënter de ronde doen. Ik meen dat mijn knikje genoeg was, maar dus niet. Nee, dat was me even ontgaan. Dus ik was in afwachting van uw reactie. Maar u heeft vragen of een vraag. Gaat uw gang, meneer Vos. De exploitatie ziet dus dat wij op termijn naar een percentage van 4% gaan. En daarvan wordt dus gezegd dat dat exclusief de gronden die op dit moment in de MVA zitten, dat dat exclusief is. Maar ik heb hier de definitie uit de eigen jaarrekening waarin staat dat dit inclusief is. Dat was mijn opmerking. Dank u wel, meneer Vos. Ik kijk verder in uw midden. En ik kijk inmiddels nee. Dan hebben we één vraag van de kant van de fractie van de LPO, gesteld door meneer Vos. Portefeuillehouder, u heeft het woord. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, zoals te doen gebruikelijk heeft de heer Vos de zaak goed gelezen. En het is inderdaad zo dat het exclusief is. Hè, dus dat betekent dat die niet in gebruik genomen gronden, dat die daar buiten vallen. Het is overigens een kleine portie. En wat ik u ook kan aangeven is dat die 4%, hè, dat landelijk gezien ook wel een heel bescheiden percentage is. Maar sorry, u heeft mijn vraag niet goed begrepen. Ik zei dat het kengetal per definitie inclusief is. En het kengetal wat hier gegeven wordt is exclusief. Althans, er wordt van gezegd exclusief. Ja, nu even kijken naar vraag 4 van ons. Daar staat achter, deze maken geen onderdeel uit van. Terwijl nogmaals in uw eigen definitie zit, hoort er wel in. Nu begrijp ik u en dan ga ik eventjes nog even technisch naar kijken. Okay. Dank voor uw suggestie. Dank u wel. Dan hebben we hiermee uw vragen en de beantwoording gehad voor deel B, het meerjarenperspectief grondexploitatie. Maar weer in de andere volgorde over deel C, de tweede bestuursrapportage 2021. Ja, meneer Dunnewind, fractie CDA, gaat u gaan. Ja, dank u wel voor één hele korte vraag. Het gaat over de budgetoverheveling. We hebben er weer een aantal op staan, net als meestal wel een keer gebeurt in de achterliggende jaren. En eigenlijk de vraag die wij daarbij willen stellen is, welke ambitie hebben we als OMA 4.0? Dus dat is eigenlijk de vraag. Dank u wel. Ik ga door. Ik kijk in de richting van meneer Mors, meneer Smits. Nee, ja, meneer Mors toch, deze fractie D66. Gaat u gaan. Ja, meneer de voorzitter, dank. Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag is er ook nog even aandacht geschonken aan die budgetoverheveling. En daar hebben wij een ander antwoord gekregen als wat nu als antwoord op de vraag van D66 is gesteld. Namelijk dat een gedeelte van de budgetoverheveling namelijk is van projecten die langdurig, langlopend zijn en dus per definitie ook een overheveling plaats zouden vinden. En als we dat zouden opsplitsen in dat wat gepland is om ieder jaar mee te nemen ten opzichte van dat we gaan overhevelen omdat we iets niet gedaan hebben of niet voldoende gedaan hebben, dan zouden die cijfers veel duidelijker zijn en zouden ook meer inzicht geven in wat er werkelijk is gebeurd.
Het is nu gewoon een heel groot getal. En een groot gedeelte is daarvan te verklaren. Ik zie de wethouder al knikken, dus volgens mij is hij het met me eens. Tot zover. Dank u wel, meneer Mors. Ik kijk naar meneer Vos, meneer Marsman. Meneer Marsman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een klein beetje voorbedurend op wat er net gezegd werd over om een 4.0. Wij waren inderdaad ook wel blij verrast dat we ook gisteren... Zeg ik dat goed? Eergisteren. Gehoord hebben dat allemaal weer een beetje aantrekt. En dat er een versnelling wordt ingezet. En dat vonden wij goed om te horen. Het enige wat we nog vanavond nog wel mee willen geven is dat wij, en misschien ook wel de collega's, het wel prettig zouden vinden als we op dit punt nog weer eens een keer bijgepraat zouden kunnen worden. En nogmaals, het is niet gelijk volgende week, want we zitten bomvol de komende tijd, maar op enig moment. En de andere vraag die ik heb, net kwam die ook al even aan de orde, gaat over de jeugdzorg. En dat wordt natuurlijk in de begroting wordt daar het een en ander over gezegd en natuurlijk ook in de tweede bestuursrapportage. En dat zijn inderdaad de oplopende kosten in de jeugdzorg. En daarvan is al eerder aangegeven dat Ommen eigenlijk, de gemeente Ommen eigenlijk best wel een uitzondering is binnen het regionaal serviceteam Jeugd IJsseland. Omdat we daar een beetje uit de pas lopen. En daarvan heeft de wethouder aangegeven dat hij hier onderzoek naar zou doen. En de vraag die wij hebben is van of de wethouder kan aangeven of wanneer hij hier iets meer over kan zeggen. En dan zeg ik opnieuw maar weer van, dan is het maar goed dat wij bij elkaar zitten voor de begroting met een klankbordgroep Sociaal Domein. Want dan kunnen we dit soort dingen bespreken. Dus tot zover. Dank u wel, meneer Marsman. Dan zijn we voor de eerste termijn over de bestuursrapportage 2021, de tweede bestuursrapportage 2021 rond. En geef ik graag de gelegenheid aan de portefeuillehouder voor de beantwoording, meneer Schreder. Ja, dank u wel. Ja, zowel de heer Dunnewind als de heer Mors hadden het over de budgetoverheveling. En ja, ik knikt al een beetje bij de suggestie van de heer Mors. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel zaken die we gewoon meerjarig hebben afgesproken, maar die op basis van de jaarschijf moeten worden overgeheveld. Dus hij heeft volkomen gelijk dat het misschien handig is om daar een onderscheid te maken. Dus die dingen die we eigenlijk al meerjarig hadden besloten en de dingen die we inderdaad niet hebben kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de COVID, hè, en dat moeten we dan gaan inhalen. Dus dat vind ik een uitstekende suggestie en die neem ik graag mee voor de komende periode. Tweede, en dat was ook de vraag van de heer Dunnewind, van goh, ambitie om een 4.0. Ja, wat dan hierbij helpt is natuurlijk dat wij een netwerkregiegemeente zijn. En als je goed kijkt naar datgene wat dan als het ware nog extra moet worden gerealiseerd, dat zijn zaken die met name zijn weggezet. Dus die zijn niet een extra beslag op om een 4.0 zelf. Dus dan is het ook makkelijker te doen realiseren, want dat is op geld te zetten. Dus onze organisatie kan dat hebben. Dat is in feite dan, zeg maar, daarop het antwoord. Ja, de heer Marsman zou graag nog eens een keer over de Ommen 4.0 bijgepraat willen worden. Ik geef dat natuurlijk graag door aan de secretaris. En ja, we hebben met elkaar ook vastgesteld dat de agenda voor de komende maanden redelijk vol is. Dus wellicht dat wij daar een ander moment voor weten te vinden. Ten slotte de jeugdzorg. Ja. Ommen is wat dat betreft wel een beetje een bijzondere gemeente. Ja, het is sowieso een bijzondere gemeente, maar op dat punt ook een bijzondere gemeente. Want eerst was het zo dat Ommen juist beduidend lager zat. Vervolgens beduidend hoger zat. Daar hebben we even naar gekeken. En ja, dan typisch, hoe werkt dat dan? Als je een aantal toewijzingen hebt in het zware veld, dan kost dat je direct per persoon zo'n 1,5 à 2 ton. En als je daar een paar van hebt, ja, dat gaat hard. En nou ja, dat zagen we dus. Hè. Dus die schommelingen die zijn lastig te plannen. Ook al omdat qua toewijzing wij, ja, dat zijn moedjes, die komen van anderen. Hè. Want het is dus niet onze eigen toegang, hè, het samen doen die dat regelt. Maar het is bijvoorbeeld de rechter die dat bepaalt. Ja, dan moet je als gemeente gewoon leveren. Wat betekent dat nu voor het beslag op de jeugdzorg voor de komende tijd? Nou, heeft het in de bestuursrapportage misschien gezien. Ja, ik weet niet of het toeval is, maar het is precies even. We hebben 4 ton extra gekregen van het Rijk. En we hebben 396.000 euro extra uitgegeven. Dus dat scheelt 4.000 euro. Nou, het is alsof we het fantastisch gepland hebben. Heel eerlijk, nee. Maar we zien dus wel dat de zaak redelijk in balans is.
staat dus even los van, naar aanleiding van wat de heer Smits eerder zei, dat we wel mogen verwachten dat er nog extra middelen voor de jeugdzorg komen aan de hand van de landelijke rapportages. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder. In dezelfde volgorde kijk ik even in de richting van de drie fracties of de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Dat is het geval. Meneer Mors, hier. Oké, ik zie dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Dan komen we bij agenda puntje 4D, de technisch gestelde vragen en de beantwoording daarop. Laten we het nog maar eens een keer bij dit laatste punt in andere volgorde doen. Te beginnen bij de fractie van de ChristenUnie. Ik kijk in de richting van meneer Marsman of er behoefte is aan vragen over dit onderwerp. Dat is zo, meneer Marsman. Nou, ik wou aangeven dat de vragen eigenlijk best allemaal goed beantwoord zijn. En hier en daar misschien ook wel leiden tot wat aanpassingen, heb ik begrepen, in het vaststellingsbesluit bijvoorbeeld. We hebben ook een aantal keer een antwoord zien staan waarvan ik dus nu begrijp dat dat betekent dat we nog voor de begrotingsbehandeling nog een antwoord gaan krijgen. Ja, oké, dan heb ik verder geen aanvullende vraag meer. Oké, dank u wel. Ik weet van zojuist dat de heer Vos minimaal een vraag heeft over de beantwoording op de vragen. Dus gaat u gang, meneer Vos, fractie LPO. Dat zal ik wel doen, voorzitter. Maar nogmaals, hij is eigenlijk al beantwoord. Of wat heeft beantwoord in ontvangst genomen. Ja? En nogmaals, het raakt beide vlakken, meerjaren en dit. Dank u. Oké, dank u wel. Niet. Niet. Kijk in de richting. Ik zoek even contact met de heer Mors. Nee, de heer De Jonge. Nee. En tot slot de heer Dunnewind. Ja, fractie CDA, de heer Dunnewind, gaat u gang. Ja, één vraag, voorzitter. We hadden gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot opzetten van het CPO in Ommen. En wij hadden bedoeld met CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. En dan krijgen we een heel verhaal over culturen. Dus dat komt niet helemaal overeen. Dus we zouden graag dat antwoord nog tegemoet zien, zeg maar. Maar ik besef dat de vraag niet helder was. Dus bij deze nog even de verduidelijking. Dank u wel. Voordat ik voor de beantwoording het woord geef aan de portefeuillehouder, meneer Dunnewind, bedoelt u hiermee rechtgezet te hebben wat u precies bedoelde te vragen en verwacht u daar schriftelijk een antwoord op? Of stelt u voor om dat hier en nu van de portefeuillehouder te horen? Als hij het antwoord weet, mag hij het geven. Maar het is niet zijn portefeuille, dus ik weet het niet. We gaan het gewoon na. Ik geef graag de gelegenheid aan de portefeuillehouder, meneer Schelen. Dank u wel. Allereerst richting de heer Marsman. Ook dank aan zijn fractie voor de nauwgezetheid. Inderdaad, het vaststellend besluit wordt inderdaad aangepast, conform. En we hebben inderdaad nog een paar vragen naar aanleiding van de informatiemarkt die we nog schriftelijk zullen naartoe komen. En dan het CPO. Ja, het is officieel het naam voor het cultureel platform van Ommen, waar we heel blij mee zijn. Dat we eindelijk al die verschillende partijen bij elkaar hebben gekregen in het platform. Wat u zegt, dat is ook inderdaad een afkorting, heeft u gelijk in, met coöperatief bouwen. Er zijn verschillende initiatieven. Ik weet zo bijvoorbeeld zowel in Leemen als in Vilsteren dat die er zijn. Maar ik denk dat uw vraag voldoende belangrijk is om hem ook heel precies te laten beantwoorden. Dus ik kom daar graag schriftelijk op terug. Dank u wel. Als die toezegging voor u voldoende is, meneer Dunnewind, dan hebben we hiermee agenda punt 4, het bespreken van de financiële stukken, gehad. U heeft gezien in de agenda dat er ook een rondvraag is opgenomen. Die is wat anders dan we gebruikelijk zijn te doen, want u heeft van tevoren geen schriftelijke of geen rondvraagpunten ingediend, want we hebben ook maar dit als onderwerp. Maar toch, omdat het op de agenda staat, kijk ik even of iemand gebruik wenst te maken van de rondvraag. Dat lijkt niet het geval. Dan rest mij de vergadering te sluiten. Dat doe ik bij deze en wel om 20:31. Graag tot een volgende keer.